We springen naar pagina 64 voor het bewijs van die formule die je hier ziet staan. Die we dus toegepast hebben op pagina eh, 17. 17, was het zeker? Als e pagina 16, ja. Goed, eh, dus die PDF moet je niet naartoe kijken. Het gaat enkel over deze die je moet kennen. Ook die tweede moet je niet kennen. Dus de eerste, bewijs met inductie. Ik ga direct de oplossing tonen. Eh, een bewijs met inductie betekent dat je. Eerst kijkt naar het meest eenvoudige geval, waarbij dus n gelijk is aan 1. Dat betekent dat ik hier links niet ver moet gaan, ik dat ik gewoon hier mag stoppen met 1 kwadraat. En aan de rechterkant ga ik ook de n vervangen door 1. Dus dan krijg je 1 zesde maal 1. 1 plus 1 is dan 2. En 2 plus 1 is dan 3. Dus, en inderdaad, ik kom een gelijkheid uit. Dus dat is de inductiebasis, of de eerste stap voor n gelijk aan 1. En dan de inductiestap is, stel dat die formule opgaat voor 1 tot en met k. Ja? En dan ga ik dan bewijzen dat dat ook is voor eentje meer, k plus 1. Dus ik ga even vanuit dat het waar is voor een zekere k. En met dat gegeven ga ik dan proberen aan te tonen dat waar is voor eentje meer. Dus concreet, ik zou moeten bewijzen dat voor 1 meer aan de linkerkant, ga ik ook hier aan de rechterkant moeten k vervangen door k plus 1. Ik kan dat wel eenvoudig schrijven. Dan krijg je die uitdrukking. De haakjes uitwerken. En dus die gelijkheid moet ik aantonen. Wel nu, ik begin aan de linkerkant. En dan kan ik daar hier bij de laatste. Puntjes juist voor de laatste term daar nog die laatste b schreef. Nee, k kwadraat. En dus van 1 tot en met k kwadraat is dat gegeven. Die veronderstelling dat we zeggen van kijk, ik ga dat kunnen vervangen door dit hier. Ja. En bij k plus 1 kwadraat ga ik gewoon 6 op 6 schrijven. Waarom? Omdat ik dan in beide stukken, in beide termen, heb ik die 6 in de noemer staan. Bij gevolg kan die vooraan zetten. En dan heb ik ook nog iets gemeenschappelijk in die twee termen, en dat is de factor k plus 1, want die staat ook in beide termen. Dus ook k plus 1 kan je vooraan zetten, en dan hier grote haakjes, wat overblijft. Van de eerste term blijft over k en 2k plus 1, van de tweede term 6 keer k plus 1. Goed, volgende stap, 1 zesde keer k plus 1 had ik, en dan heb je hier 2 keer k kwadraat plus 7k plus 6. Hoe kom je dan hier aan? Eh, daarvoor moeten we terugkeren naar het verde jaar. Ik weet niet of je dat al herinnert. Het ontbinden en factoren van een tweede graadsvorm, tweede graadsvergelijking. Daar heb je een formule voor. Moest je al niet mee kennen. Dan verschijnt hij nu hier. Voilà, het rood hier. Ja, ik denk wel dat er een lichtje op gaat. Goed, we gaan dat dus een keer toepassen. Dus 2k kwadraat plus 7k plus 6, discriminant is 1, dan wou rekenwerk. En dan krijg je twee wortels, min 3 tweede en min 2. Dus die x1 en x2, Ja, dat wat je door, dat zijn die oplossingen van de vergelijking, de wortels. Dus krijg ik min min 2 is plus 2, en dan voor de tweede 3 tweede. Oké, okay. en dan de laatste stap is dat je die factor 2 vooraan gaat toevoegen in de laatste, binnen de laatste haakjes. Dus dat wordt dan 2 keer k plus 3, omdat dan die breuk wegvalt, en dat maakt het gemakkelijker. Oké, okay. dus vandaar die k plus 2 en 2k plus 3. Goed, en wat zien we? Ik heb inderdaad dit hier teruggevonden. Besluit. Ik heb eigenlijk aangetoond uitgaande van een zekere k... Waar ik veronderstelde dat de formule klopt, dat hij dan ook klopt voor een volgende waarde. Dat heb ik juist bewezen. Dus als ik dan nu samenvoeg met de eerste inductiestap. Dat is voor die 1, dan kan ik gecombineerd met dit hier. Dus ervan uitgaan dat hij ook waar is voor 2. Dus dan heb ik het ook aangetoond dat het waar is voor n gelijk aan 2. En als ik het aangetoond heb, aangetoond heb voor 2, dan zal het ook waar zijn voor weer eentje meer, voor 3, en zo verder. Zo heb ik het dus aangetoond voor elke mogelijke waarde die er is voor n. Voilà. Terug naar pagina 18. Hè. Dus we gaan het nu een keer algemeen bekijken. Dus om een georiënteerde oppervlakte te bepalen. Dus dat wil zeggen een oppervlakte rekening houdend met de plaats boven of onder de x-as. Boven de x-as was positief beschouwd oppervlakte. Onder de x-as negatief beschouwd oppervlakte. Goed. Dus om de georiënteerde oppervlakte te bepalen van een gebied tussen de grafiek van een continue functie, dat gaan we dus zijn. En de x-as. Over een interval a tot aan b. Dan gaan we als volgt te werk. Je gaat het opsplitsen, het interval a, b en n deelintervallen, naar gelijke breedte, en dat stellen we symbolisch voor, door delta x. Hoe ga je delta x berekenen? Dat is je bovengrens, hier b, met de ondergrens a, gedeeld door n. Dus ik neem een voorbeeld, stel dat ik hier van min 1 tot 4 bekijk, en dan heb ik een afstand 5 daartussen. Dus 4 min, min 1 is samen 5. Dus b min a, gedeeld door n, n zijn dus het aantal deelintervallen waarin dat je dat verdeelt. Dus op die manier heb je dat in n gelijke stukjes verdeeld. In elk deelinterval neem je een willekeurige xi. Dat hebben we getoond, dat je willekeurig mag nemen. Je hoeft niet meer onder sommen of boven sommen te werken. En die willekeurige xi gebruik je om de hoogte te bepalen van de rechthoek. En wat zijn die hoogtes? Dat zijn de functiewaarden daarvan. Duidelijk met die steppelijntjes tot aan de kromme. Goed. De som van al die rechthoekjes. kom je uit op, ook deze die onder de x-as uitkomen, die moet je ook natuurlijk erbij rekenen, maar dan zijn de functiewaarden negatief. En dat is meteen in orde, want bij negatieve functiewaarden komt overeen met een negatieve georiënteerde oppervlakte. Dus dat klopt. Dus de som van al die oppervlakten van die rechthoekjes kan ik ook zo kort schrijven met dat sigma-teken van vorig trimester van i gelijk aan 1 tot n, ik denk dat dat duidelijk is, en dit noemen we de Riemann-som van de functie f. En ze is dus een benadering van de gevraagde georiënteerde oppervlakte. Dus dan gaan we over naar een Riemann-integraal, door daar het woordje limiet voor te zetten. Dus vandaar, een Riemann-som, zet je daar de limiet voor, waarbij n nadert naar plus oneindig. Dan krijg ik echt de georiënteerde oppervlakte. En men noemt dat ook wel die methode de Riemann-integraal. Dat staat nog in de opmerkingen op de volgende bladzijde. Het is dus een middel om de bepaalde integraal te berekenen aan de hand van oppervlakten van de rechthoekjes. Goed, en dan gaan we dus, die formule kan dus ook beschouwd worden als de definitie voor de bepaalde integraal. Dus de bepaalde integraal is een getal. Een getal die uitdrukt wat de georiënteerde oppervlakte is tussen twee grenzen, a en b, en onder een kromme tot aan de x-as. Nog iets over de notatie. Dat integraal teken, dat lijkt een beetje op een uitgerokken S. En eh, dat is niet, dat is geen toeval, dat komt van het Latijnse summa. Wat staat voor som. En het is ook Riemann die dus die notatie heeft ingevoerd. Hè. Omdat je dat zou kunnen beschouwen als een som van oppervlakten van de rechthoekjes. En in de structuur vind je dan ook nog die fx. En die dx staat daar een symbool voor die delta x. Hè. Dus maar de dx hoort bij de notatie. Nu, het probleem zal zijn dat wat we toegepast hebben op x, dat we dat bij de meeste functies niet gaan kunnen doen, omdat die specifieke formule herinner van 1 kwadraat plus 2 kwadraat en zo verder alleen maar ja, zal kunnen gebruikt worden bij x. -kwadraad. Neem ik een andere functie, dan zou ik daar iets anders krijgen als som van opeenvolgende termen. Dan kan ik die formule natuurlijk niet gebruiken. Dus we gaan dan later zien dat er een andere methode is om toch ook bepaalde integralen te gaan berekenen. Maar daarvoor hebben we eerst een paar andere dingen nodig. Dus dat is voor later. In de volgende les gaan we kijken naar oefening 5, waarbij we de bovengrens, die 4 was, nu vervangen door een zekere b. Dus we gaan voor algemene. Dus van 0 tot 4 verlaten we, en nu is het van 0 tot b. En die b is gewoon een positieve waarde groter dan 0. In de volgende stap gaan we dan kijken wat er gebeurt als ja, je ondergrens niet 0 is, maar als dat een zekere a is, bijvoorbeeld laten we zeggen, van 3 tot 5. En dan in de volgende stap, wat gebeurt er als die negatief zijn beiden? Nee, wat is dan de, ja, de, de, de uitwerking daarvan? En dan een keer, wat gebeurt er bij een A die negatief is en een B die positief is? Maar dat is allemaal voor de volgende les. Dat is wel eens geweest voor nu.